moet niet een fout maken. Nie. Ik hou ervan om mijn handen vuil te krijgen. Maar ik moet bieg om weer skoon te wees, is toch net zo so klein beetje beter. Nou ja, ons het die vlakke van Sier Mijnwater ondergronds gezien. Maar wat is die verband tussen dit wat ons daaronder gezien het en wel, dit wat ons hier zien? Oké, Anthony, waarom precies kyk ons hier? Oké, ons is nou bij die Westfordspit, die zuidelijke gedeelte van die Westfordspit. Ja. En dit is waar die siermijnwater op die oppervlakte verskyn. Maar mens kan het duidelijk zien, ek meen, dit is precies hetzelfde soos wat ons gesien het ondergrond. Ja, het is diezelfde water. Die enige verschil is die water wat ons ondergrond gesien is baie sier, dus met een pH van 3. Hierso is die pH 6.3. Is hier geneutraliseer? Dis amper, ja, dit is geneutraliseerde water hier. In chemie is pH die maatstaf van siergehalte of alkaliniteit van een vloeistofoplossing. Oplossing met een pH van minder dan 7 wordt als sier beskou, terwijl een pH van meer dan 7 als alkalisch beskou wordt. Suiwer water heeft een pH van 7. Het Departement van Waterwese heeft opdracht gegeven in april 2010 om slik in hierdie dam in te gooien. Nou, mijn slik heeft een pH van 10.5. En wat gebeurt het is iets wat ons nooit verwacht het nie. Die pH het letterlijk binnen een week opgespring van net boven die 2. En binnen een week was het amper 7. Als gevolg van die contact met mijn slik met een pH van 10.5. Die oplossing om sier mijnwater op een bekostigbare manier te neutraliseren was die hele tijd reg onder die myne se neuse. Ons weet dat sier mijnwater een pH van 3 of minder het. En die water wat uit die mijnse skachte gepompt wordt, wordt gebruikt voor hoëdruk hydraulische mijnwerk op die oppervlak. Hierdaagse technologie maakt het moeilijk om die klein gouddeeltjes wat in ou mijnwippe achtergelaten is, te ontgin. Anthony het ons vertel dat die mijnwippe een pH van 10.5 het. Die goud wordt ontraak uit die slijk van die hydraulische mijnwerk en die oorskietslijk wordt dan in die Westfordskag wat een pH van 3 gehad het, gepompt. Hierdie eenvoudige actie het die pH in die Westfordskag na 6.3 verhoog, wat betekent dat het nog iets wat sier is, maar niet meer kwalificeer as sier mijnwater nie. Nou wat belangrijk is, is die pH van 5 is een baie belangrijke vlak, want onder 5 is uraan oplosbaar in water. So met andere woorden, die oude sier mijnwater wat uit die mijnskag gevloeid, dit was baie sierwater, pH van 3, met uraan. Als gevolg van hierdie nou is die water neutraal en meer belangrijk, al die uraan en al die zware metalen het uitgeprecipiteer. Vandaag lijkt die oorlooppunt van die Mintails mijn baie anders als wat het in 2010 gelijk het. Die sier mijnwater wat hier gevloeid het, wordt nu in die Westfordskag ingeperk waar het geneutraliseerd wordt. Dis nie een geheim dat mijnbedrijvighede een vernietigende impact op onze omgeving het nie. Mintails het met een rehabilitatieprogram begin. Het is niet een vinnige proces, nie. Het is ook niet een kits oplossing. Nie. Voor de afgelopen 100 jaar of zo is hierdie landschap verwoes. En feite is, dit gaan baie jare vat voor ons om resultaten te zien. Mintails het die reuse taak onderneem om hierdie mijn te rehabiliteer, wanneer die mijn uitgeput is. Senior bestuurder het die mil verkies om na die proces als rehabilitatiemijnbouw eerder als sluitingsmijnbouw te verwijzen. Wat wordt bij hierdie mijn gedoen om die schade wat hierdie mijnbedrijvighede aangerig is, te herstel? In mijnwese is in hierdie area van 120 jaar waar mensen al bezig is om goud uit die grond te onttrek. En niet net goud nie, ek meen dat was goed soos uraan, dat was ander minerale ook wat geonttrek is. En Mintails as 'n maatskappy het sy visie gestel op rehabilitatie mijnwese. Om die laaste maatskappy te wees wat in hierdie area actief is, die goudonttrekkings te doen wat nodig is, en dan seker te maak dat hoe ons dit doen, actually die hele plek toemaak. Die rehabilitatiefokus is een focus op ons mijnwese vir die toekomst. Dit los hierdie gemeenskap met een beter toekomstige economische waarde toe, en die goudonttrekking wat ons doen, is die fondse wat ons vind samel om de betaling vir dit te doen. Nou, dit is moeilijk om te glo, maar hierdie area hier achter mij is een maand geleden nog actief gemijn. Maar wat hulle nou doen is, hulle vat grond uit ander oopgrafmijnoperaties en vul dan hierdie put stadig maar seker tot by die oppervlakte. En dan word met die herstel en die rehabilitatieproces begin. En al hierdie staan bekend as die mijnsluitingskonsep.
ook nu loopt, is die mijn amper gesluit. Maar het is eigenlijk moeilijk om te denken dat hierdie area gelijk is aan die put waar ik zo pas was. En al wat hier nog gedoen moet word, is die hervestiging van plantengroei. Ongelooflijk. Tahira Toffa's dag bij die mijn heeft al baie stof tot nadenken gegee. Als een navorser bij die Wits Architectuur en Beplanning Leerschool is het haar taak om te kijken wat met die grond gedoen kan worden nadat mijnbouw gestaak is en een mijn toegemaakt is. And Tahira, you spent the day with us going to all the areas, observing. Surely it must be a bit daunting. Yes, it is quite daunting. For every kilogram of gold that's mined, it produces about 100,000 tons of waste. And I think you can see that in this landscape. On the other hand, to see the will of people and companies to try and, you know, focus on rehabilitation and remediation of the landscapes, that's hopeful. Can this landscape be taken back to what it was? I don't think to the point of what it was before, but I think the future is positive. I think it's really about reimagining what these landscapes could be. You know, in Johannesburg, which is a rapidly urbanizing city, land is it's a finite resource, as well as minerals are a finite resource, and mining is not going to continue forever. So what happens in a post-mining age to these landscapes? How do we imagine them re-inhabited? Is it agriculture? Is it open space? Is it houses? So, dit lyk of die oorlog teen suurmynwater by hierdie myn gewen word. Maar het sal agterkommerwekkend wees as die omliggende myne nie ook meedoen in hierdie stryd teen suurmynwater nie. Dit beteken dat die resultate wat ons hier sien slegs op klein skaal 'n impak sal hê. Maar terselfdertyd kan ook gesê word dat as die stryd hier gewen word, dit 'n stap in die regte rigting is. Ons herwin die land. Een mijnhoop op een keer, een mijnskag op een slag.